Yo, wat is er een nieuwe video op mijn kanaal en vandaag een gloednieuwe video. Vandaag gaan wij een potje duo doen met mijn grootste fan. Het is een meisje, ze is 14 jaar en die heeft heel veel kijkuren. Geniet gewoon van de video. En ja, ik kan één ding zeggen, like de video en laat weten of ik nog een keer een opname moet doen met de persoon waarmee ik ga spelen. Like de video, laat een leuke reactie achter en veel plezier met kijken. Het leek me leuk ook om deze foute intro's er ook even in te doen. Dus niet denken dat het echt fout is. Veel plezier met kijken. Yo! Zo, dat is te nodig. Yo! Yo mensen, welkom bij een nieuwe kanaal. En vandaag een gloednieuwe video. Vandaag gaan wij niet normaal solo spelen. Nee, wij gaan vandaag duo spelen. En ook weer niet met een normaal persoon. Nee, nou, het is wel een normaal persoon. Maar we gaan ook niet met een normaal iemand. Want we gaan met mijn grootste fan. En dat is één iemand. Dat is bij mij. Ja, yo, Eva. Oh. Waarom word ik nou weer gesniped? Je bent gesniped van 19 meter. En het begint een supergoede opname. Eva is al dood. We gaan super lekker, man, boys. Het gaat weer lekker, zoals altijd. De opnames gaan altijd fantastisch. Het is altijd genieten met die opnames. Nee, maar alle gekheid op een stokje, jongens. De vorige video was veel bekeken. Er was veel animo voor nog een aflevering, maar dan niet duo, maar dan... Sorry, maar niet Love You One, maar dan duo. Want de vorige video was dus met Eva ook, mijn grootste fan. Dat was dus een 1v1 video, alleen... Ja, weet je, om dat nog een keer te doen is ook een beetje saai. Dus we dachten van, laat, misschien is het ook wel leuk om een gewoon lekker duwpadje te doen. Alleen het gaat super goed, zoals jullie zien. Ga er maar in. Kan ik je loot maken om het op te pakken. Wat doet deze guy? Wat doet deze guy? Een rebootkaart is trouwens 25 seconden. Goeie call. Ah, rennen! Wat ligt die? Oh, hier. Ja, daar. Er is gereboot al! Oh, wat een headshot. GG's. Ik word weer gecarried. De carry is real. Nu moeten we even wachten tot die reboot fan weer een beetje klaar is voor gebruik. Want hij moet weer opladen. Dus ik kan Eva momenteel niet rebooten. Is dat erg? Ja, op zich. Maar we moeten even goed kijken of er nog iemand is. Want stel er is nog een duo, ja, daar moet ik wel voor oppassen. Stel er is geen duo, zou het op zich best chill zijn. Natuurlijk, hoe meer kills, hoe leuker. Alleen, het best chill dat je nu even geen duo tegenkomt. Zodat ik even rustig kan laten rebooten. Anders is dat gestresst. Maar zoals nu lijkt het dat het clean is, of niet? Ja. Top. Maar we zitten dus met Eva en natuurlijk willen jullie ook wel wat weten te komen over Eva, denk ik. Kun jij iets vertellen over jezelf of moet ik een vraag stellen? Of, ja, is goed. Of kun je het zelf? Let me op. Ik ben Eva, mocht van Jordi. Nog wel van meer, maar... Klopt. Ja. En ik ben 14 jaar, ik zit in de tweede. ik doe geen VMBO. ja, goed zo. Ik kijk veel YouTube. Ben ik wel onbekend, zeg maar. Mee bekend. En, ja, ik maak huiswerk ondertussen dan. En ik maak huiswerk. Heb je, want je zit nu in dus VMBO 2. Ja. Maar heb je veel huiswerk of is het weinig? Of, Nee, valt wel mee. Valt mee? En heb je ook toetsweek of zo? Of CITO, weet ik veel wat je allemaal hebt? Nee, nog niet. Maar het komt wel aan. Oh shit. Maar meestal maak ik mijn huiswerk tijdens school. Maar... Kijk, dat is slim. Ja, toch. Toen probeer ik ook altijd, jongens. En dat is ook gewoon een tip voor jullie. Als je kans hebt, jongens, om je huiswerk te maken. En als er tijd wordt vrijgegeven door een leraar. Maak er gebruik van. En sommige mensen willen zo nodig gaan praten in die les dan. En dit en dat. Weet je, ik wil ook niet zo netjes overkomen zo, maar ik ben het zelf wel. Ja, ik ben altijd een leerling die niet, ja, doorheen wil praten of zo, weet ik veel. Snap je? Gewoon aan het werk,
Hoef je thuis niks te doen. Heb je thuis lekker tijd om te sporten, te gamen. Dan weet ik, iets voor jezelf te doen. En niet altijd die gare dingen te doen. En altijd maar huiswerk thuis te maken omdat je het op school niet afkrijgt. Sowieso een tipje. Neem het mee als je het niet hebt meegenomen. Of als je misschien in groep 8 momenteel zit of groep 7. En je gaat over een jaar of twee jaar. Ga je naar de middelbare. Als je kans hebt, jongens, om het huiswerk te maken. Want dat geven leraren vaak wel. Bro, maak er gebruik van. Dat kan ik sowieso zeggen. Dat is wel handig, toch? Maar ik kom niet binnen. Nee, maar dat is sowieso een tipje, jongens. Als, ja, nogmaals, ja. Maak gewoon gebruik van. Het bespaart je alleen maar tijd. Energie ook. Maar een beetje huiswerk maken. Verschrikkelijk, man. Dus, aan tip bij Joch die Storm. A tip for me. 60 hit. Ik heb 21 hit en ik ben dus zo natuurlijk. Mijn fucking tapfold is op 20 damage, nice. Holy shit, beter gaat hij gewoon weg. Ik zag God ik helemaal weg, sorry. Let's go! Let's go! Let's go, Eva! Let's go, Eva! Wij gaan jou rebooten, hopelijk. Oké, let's go. Sowieso. Kan ik hier gewoon bouwen? Ik kan hier gewoon bouwen. Oh, de ziek chill! Let's go! We gaan die rift. We pakken die loot via Eva. En dan gaan we gelijk die rift in. En dan gaan we weg, gone loose, ja? Want dit is gewoon een nare building fight daar. Dat is gewoon niks aan. Dus, we gaan hieruit. Wij gaan naar jouw loot. En dan gaan we pleiten. Dan gaan we gewoon weg. Ja, ik ben naar 18. Ze zijn hier? Voilà. Zie je het? Ah. Ah, robot! Ik ga weg met launchpad, Eva! Holy shit! Kun je die launchpad pakken? Oh, nee. Kun je er wegkomen? Want de robot komt eraan. Oh, oh nee. Ja. Holy shit, hij gaat nu op mij. Ja, ik ben dood, man. Ja. Ik heb geen resources, kom er ook niet uit. Ja, top. Oh, dit is zo zielig. Oh mijn god. Wacht, je leeg nog? Ja. Is het goed dat ik heel even de shield pak? Ja, is goed. En wat meds? De border komt er wel bijna. Nou, oké, 40 seconden maar. Ja, het lukt niet, man. Kun je... Ik heb boeien. Hij gooit flespoosjes op zich. Ja, en hoeveel?
Ja, kost veel. Heerlijk. Alright, let's go. Ik ga het proberen te klutsen, ja? Ik ga het proberen. Als die elkaar killen. Oh, dit. Een banana skin, no. Let's go! Oh, nog twee! Nog twee! Let's go! Dit gaat een spannende fight worden, boys. Het is 2 tegen 1 wordt dit. Ik hoop dat het bots zijn. Hoop jij het ook? Ja. Dan kunnen we het gewoon winnen. Ja. Kom op, boys! Of is het 1 tegen 1 tegen 1? Dat kan ook. Nee. Nou, dat zijn geen bots, denk ik. Oh. Als die raak is. Voor mijn studio. Oké, dit zijn geen bots. Ja, joh. Lekker. Oké, dit heb je. Dit wordt het shot wel. Ah. 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 9. 9. Ah, 16. Wat een net. Het is weer niet. Oh god, niet. Oh, mijn. Ah! Holy shit. Als hij mij nu noise koopt, hè? Ik ga janken. Nee. Ah, ik wil een noise kopen. Maar ik ga straks dood ook nog hebben. Je hebt nog 700 meds. Ah! Holy shit, weet je hoe moeilijk het is soms? Ja. Dan doen we het zomaar, boys. GG's. Let's go. Let's go. Wel dik scary, man. GG's, boys. Let's go. Hello. 9 kills. 1 water helaas 0. Maar het maakt het, mag de pret niet bederven. Jongens, ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze video. We hebben nog wel even gecleaned daar. Helaas op die berg. Was vies. Maar daarnaast hebben we nog wel even goed afgerond. Ik ben niet helemaal in topvorm. Merk wel een paar domme foutjes, editfouts. We gaan weer aan werken. We gaan pro-player worden. Nee, dat ook weer niet. We zijn gewoon een normale player. We zijn ook niet goed. Maakt niks. Jongens, ik wil jullie enorm bedanken. Drop een like. Voel me sporten. Creditcode in Jodenstorm. Eva, super bedankt voor het meedoen. En toen waren de bestanden weg. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En dikke shout aan Eva. Haar kanaal staat ook in de beschrijving met een andere guy. Met Gijs. Dus abonneer daar ook even op. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Ciao, ciao.